Hey, ik had jullie in het vorige filmpje gezegd dat ik er moest aan denken om jullie iets te leren met een pinch twist. Ik heb zitten denken van ja, welke figuur zit er allemaal pinch twisten en ik ga een figuur maken met niet één, maar twee pinch twists. Een pinch twist wordt meestal gebruikt, pinch twist wordt ook ear twist genoemd omdat dat op een oor lijkt. En dat wordt meestal gebruikt om een ballon een hoek te laten vormen. Ik ga het dus eens laten zien, je kunt daarna wel meedoen. Een pinch twist gaat als volgt, je maakt een kleine bubbel ergens in de ballon. En die ene bubbel die draai je samen, die draai je gewoon op zijn eigen rond. Als je het dan zo ziet, dan zie je waarom ze dat een ear twist noemen. Ja, het lijkt een beetje op het oor. En met die pinch twist kun je dus een ballon een hoek van 90 graden laten vormen. Je kunt twee pinchtwistjes naast elkaar doen en dat is twee oortjes. En dat is eigenlijk het begin van een figuur dat we gaan maken. We gaan dus de pinchtwist deze keer niet gebruiken om de ballon een hoek te laten vormen, maar om echt oortjes mee te maken. Oké, pak een ballon en oefen het eerst eens in pinchtwist. Dus we maken een kleine bubbel. En die bubbel die draai je nog eens rond op zichzelf. En zoals altijd drie keer draaien en hupsakee. Zo is de hoek scherper als je die bubbel een beetje draait. Zo. En dus de hoek een beetje rechter. Dat wordt ook gebruikt, kijk, als je dat nu eens bekijkt, dan hebben we een voet, een hiel, een been, een knie, een bovenbeen. Misschien inspireerde dat al wel om een figuur te gaan maken met verschillende ballonnen. Dit kan even een hand zijn. Ja, het begint toch te komen, hè? Zo de ideeën om zelf figuren te gaan maken. Ik hoop tenminste dat het begint te komen, zeker na dit. Oké, maar we gaan een figuur maken met twee pinch twists. En het figuur dat we gaan maken is een dromedaris. En dan pakken we een oranje-achtige ballon. Er zijn verschillende soorten oranje, pak maar iets wat u het meeste aanstaat. Pak een oranje-achtige ballon. En we gaan die opblazen opnieuw tot, we gaan een paar keer moeten plooien, om maar 7 centimeter over aan de staart. Oké? Ballon op de pomp. En zie je zo, een beetje te lang. Ook zo een goede vingerlengte ballon hou ik over. Even weer opnieuw laten burpen, boeken laten. Knoopje erin, lucht naar daar duwen, zo. En we zijn klaar om te beginnen. Oké, dromedaris, we maken een 3,5 vinger bubbel. Moet juist zijn, maakt niet zo uit. En die bubbel, als je die gemaakt hebt, met je duim onderaan en de vingers boven, kun je die zo'n beetje vorm geven. Je mag een beetje krom gaan staan. Zodat hij van boven dikker is dan onderaan. Oké. Dan maken we twee pinch twists achter elkaar. We maken een kleine bubbel. Iets kleiner dan twee vingerbubbel. Nog zo'n bubbel erachter. Ja. En dan gaan we die twee bubbels pinch twisten. De reden waarom we die twee bubbels eerst gemaakt hebben, is omdat de eerste bubbel pinch twist, is het heel moeilijk om daarachter nog zo'n kleine bubbel te maken. Ik ga jullie nog een andere techniek leren. Ik ga jullie leren dat je twee bubbels tegelijk kunt pinch twisten. Dat is misschien ook nog leuk. Dus je pakt de ballon zo. Je doet de oren samen. Oké. Als je nu één van die twee oren op zichzelf draait, dan is de andere wel verplicht van een pinch twist te vormen. Als dat te moeilijk is, maak gewoon twee aparte pinch twists achter elkaar, maar ik wil jullie deze techniek ook eens laten zien. Pak de twee oren vast, je trekt ze een klein beetje uit elkaar en je draait. En je draait de ene oor naar links, de andere oor naar rechts. En dan heb je twee pinch twists. Op die manier. Oké. Het lijkt wel een beetje op een dromedariskop, hè? Nu maken we de nek van de dromedaris, vier vingers achter die vier vingers, maken we een plooi. En zoals we bij de olifant gedaan hebben, gaan we de ballon daar een beetje vorm geven.
Ja, echt in echt hoestijzeep. Net achter die plooi. Ja, de bal twisten. En maken we, wat heb ik hier nog over? Een poot van 4. Dat was dus twee keer. Twee keer 4 vingersbubbels. En je ziet, de basistechnieken komen altijd terug. Dan we samen en dan hebben we weer de 2 voorpoten van onze dromedaris. Dat zou je allemaal goed moeten kunnen volgen. Het moeilijkste stuk, de pinch twisten, is al voorbij. Ja? Dan maken we een 3 vingerbubbel. Een 2,5 vingerbubbel. Nog een 2,5 vingerbubbel. En die 2 bubbels die gaan we opnieuw lock twisten. En dat wordt de bult van onze dromedaris. Opnieuw 3 vingers. En dan de achterpoten met wat je over hebt. 4 vingerbubbel, 4 vingerbubbel. Lock twisten. Ik moet daar niet te veel uitleg meer bij geven. In principe zou je dat moeten kunnen. Dan krijg je dit. Tadaa. Ja, een woestijnschip. En ik geef het altijd aan de kindjes door zo te... Nog iets leuks. Als je dit maakt... Ik vraag altijd aan de kindjes, ja, wat denken jullie dat het gaat worden? En dan... Ja, laat ik maar raden. En dan zeg ik dat het een woestijnschip wordt. En heel veel kindjes denken dat je een boot gaat maken. Maar ja, het wordt dus een woestijnschip. De dromedaris. Dromedaris afwerken. Pak weer onze vriend de Sharpie. Twee kleine oogjes. Een mondje. En klaar is Clara. Wat belangrijk is bij die dromedaris, maak hem alsjeblieft niet zonder zijn kop een beetje krom te trekken. Dat is een detailje dat heel veel doet. Maak hem ook niet met gewone oortjes, maak echt pinch twistjes. Probeer de figuur altijd zo goed mogelijk af te werken. Het staat zoveel beter. Je kunt beter wat inboeten aan snelheid dan aan kwaliteit. Dus probeer ze altijd zo goed mogelijk te maken. Desnoods doe er wat langer over. Oké? Okay? Uiteindelijk gaat het toch automatisch komen en ga je ze wel... Ga ook dit met je ogen dicht kunnen maken. Maar in het begin, let op kwaliteit en minder op snelheid. En oefenen. Totdat je ze snel kan. Oké? Okay? Veel succes ermee, veel plezier ermee. Doe er iemand een plezier mee opnieuw. Of zet het op je kast als pronkstuk van je cursus tot nu toe. En tot binnenkort. Bye bye!